Het stedelijk secundair onderwijs in Antwerpen gaat zich heroriënteren. Leerlingen zullen voortaan op hun 12 jaar een studierichting kunnen kiezen uit 5 interessegebieden. Economie, talen, kunst, welzijn of wetenschappen. We gaan vooral aan de slag om goed te kijken in overleg met kinderen. Van waar liggen uw interesses, waar ben je sterk in, waar kunnen wij op termijn, nu op welk spoor kunnen wij u zetten in functie van interessegebieden. En als een jongere inzicht heeft in zijn talenten en heeft duidelijk goesting om bepaalde keuzes te maken, dan gaan we die jongeren begeleiden naar die locaties die een heel duidelijke visie, een heel duidelijk profiel hebben. Alle nieuwe studierichtingen bevatten zowel ASO, TSO als BSO en worden zoveel mogelijk gehuisvest op 1 locatie. De eerste ambitie is het aantal leerlingen dat momenteel secundair onderwijs bij het stedelijk onderwijs volgt, 7500 ongeveer, dat we dat behouden, dat we dat bewaren, dat we dat in stand houden, maar in betere omstandigheden. Om daar ook infrastructureel voor te zorgen, wordt de komende 5 jaar 199 miljoen euro vrijgemaakt voor het scholenpatrimonium. Prestaties van leerlingen zullen voortaan over 2 leerjaren heen worden bekeken. Leerlingen met werkpunten kunnen zo toch overgaan. Wij merken ook vaak dat de jongeren die uit het basisonderwijs komen niet altijd de ervaring hebben om huiswerk te maken. Daar moeten we ze zeker ook in ondersteunen. En als je dan eens uitvalt voor 1 bepaald vak, zou eigenlijk die sanctie om na een eerste leerjaar van de secundaire school meteen een C-attest uit te spreken geen goede zaak zijn. Het stedelijk onderwijs heeft ook verweerschriften ingediend na de negatieve inspectie bij 3 scholen vorig najaar. Tegen midden volgende maand hoopt ze een positief antwoord te hebben gekregen, omdat deze schoolcampussen alsnog kunnen open blijven.